Ik geef het terug! Klaar, mijn meesterwerk! Ja, dat is gelijk! No! Perfect. Wat is die lastpost nu weer van plan? Nee, zeg ik het niet. Hoe lang gaat dit? Doe dat ding onmiddellijk. Oh, hey Otto. Wat zeg je toch allemaal? Ik kan je door die waterslag niet verstaan, Otto. Wacht, dan zet ik hem uit. Wat wil je vertellen, Otto? Zet die slang uit! Dat doe ik net! Wacht, dan zet ik hem weer aan. Speciaal voor jou! Ja, hij was uit. Denk het goed? Dat denk je zelf! Alles wat jij doet is vreselijk! Ik wou dat je eindelijk eens ging verhuizen. Verhuizen? Maar Otto, dit is mijn... Zag jij dat ook? Waarom moest ik nou toch niezen? Oh, ja, dat is waarschijnlijk door al dat mosselstof wat hier ronddwarrelt. Oh, Otto, dat kan toch niet? Van stof ga je toch niet niezen? Het zal wel. Misschien ben je allergisch voor je ananas. Ah, je kunt niet allergisch zijn voor een huis. Of toch wel? Nee! Oh, waarom doe ik nog moeite om dingen aan hem uit te leggen? Natuurlijk kun je allergisch zijn voor een huis. Wacht eens. Je kunt allergisch zijn voor een huis. Mag ik een paar extra servetten, alsjeblieft? Oh, wil u een paar extra servetten, alsjeblieft? Hou op met mij daar te doen! In de Judasnaam! Hou je gezalend in de mond! Oké, dag! Ja, iedereen is er dol op. Hebben we daar ontzien, Octotentakels? zo is het genoeg! Ik kan die perfecte impressie van mij niet meer uitstaan! Nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar ik ben het zat om naar mezelf te kijken. Ik stop ermee! Tjonge, SpongeBob raakt wel een beetje de weg kwijt met zijn impressie-obsessie. Gelijk heb je, Sandy. SpongeBob is zijn gevoel voor realiteit kwijt. Ik heb het al eerder gezien. Ze noemen het de ware mimiekerij-waanzin. De ware mimiekerij-waanzin. Stop, ben ik je beste vriend, SpongeBob. Yo, ga van me af. Ik ga nooit meer van jou af, Otto. Niet voordat het veilig is. Dat wordt het nooit meer. Niet voordat mijn schilderijen weg zijn. Nee, Otto. Zoiets kun je de wereld toch niet aandoen. Klopt, maar een wereld zonder mij is nog veel erger. Kom op, Otto. Verniel die schilderijen voordat mijn krabster aankomt. Ik kan dit niet aan. Ze zijn gewoon te wonderschoon. Hey, ga weg bij mijn schilderijen! Oh, het spijt me, schilderijen, maar het is jullie of ik. Ja, dit noem ik pas ware kunst. Wat, echt waar? Zo dierlijk, zo gevaarlijk. Ja, voel mijn kunst. Laat mijn kunstwerken met rust, jij monster! Nee, dat was de opwindendste vorm van kunst die ik ooit van mijn leven heb gezien. Zeg maar, hè? Dus dan is het vast miljoenen waard. Hey, ga uit de weg! Meneer Kraps, Otto, ik denk niet dat jullie dat moeten doen. Oh, doe toch niet zo bekrompen, SpongeBob. Ja, schei uit met het beoordelen van onze centjes. Ik bedoel, onze kunst.
Bravo. Ja! Zo, en wat heeft u hier allemaal voor over? Nappers, zulke beeldende kunst is van het moment. Het is niet in geld uit te drukken. Wat? Ach, kom terug, jij vieze bedrieger! Oh. Wat is dat? Het lijkt wel een doos. Vraag maar af van wie die is. Misschien staat het aan de andere kant. Nee. Oh, kijk, hij is open. Oh ja? Ja. Het zijn... Spullen! Oh, ik wist het! Maar wat kun je daarmee doen? Ha, hiermee haal je vast boeken van de bovenste plank. Dit is vast een slagroomhouder. Patrick, gaat het wel goed? Dit is natuurlijk een draagbaar slakkenbed. Lekker slapen, Gerrit. Ik wil ook eens. Oh, dit mag je dan de hele ochtend hebben gekost, Octo. Maar deze maaltijd zou een koning niet misstaan. Oh, mijn krok, madame, is klaar. Dat krijg ik! SpongeBob, Patrick, waar zijn jullie mee bezig? Wauw. Mijn begonia's! Wat doen jullie sufkoppen in mosselsnaam met al die uitrusting? Uitrusting? Dat blijft zo. Zo te horen is dat foto nog. Ik haat SpongeBob, ik haat Krabs. Waren ze maar opgehoepeld uit het ruine sop. Dus weg met de klanten, nu mag ik eindelijk op. Want ik ben de enige echte. Meneer Octo? Weet je, ik heb eens goed nagedacht. Jij bent een groot deel van deze tent, Krullo. Dus vind ik dat ik de naam met jou moet delen. Kijk maar eens goed, Krul. Ik snap het niet, meneer Krabs. Hij is hetzelfde. Nou, klim eens naar boven. Bekijk het van dichtbij. Waar? Onder de woorden krokante krab. De krokante krab. En SpongeBob's Place. Oh, meneer Krabs, u bent de beste! Wat dacht je van dit qua ruimte? Hé, hey, waar is deze hendel voor? Ik ben uitzien! Automatische bokkels! Ja, doei! Octo, wacht! Nee. Hey, Octo, dit is echt gaaf! En waar zou deze voor zijn? Laat het SpongeBob niet zijn. Hallo, mevrouw Puff. Heb ik dat? U bent hier vast voor de bubbelcursus. Geen paniek, mevrouw Puff. U gaat het leren van de meester. Wow! Geweldig. Zo, om de bubbel aan de gang te krijgen, pompt u uw benen dus zo. Grappig. Ha 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 ha
Het is me gelukt. Mevrouw Puff, u bent er klaar voor. Echt waar? Absoluut, ja. U hoeft alleen nog maar examen te doen op die weg. Kalmpjes aan maar. Gaat heel goed. Hallo. Weet je, dit hele bubbelbootgedoe is zo slecht nog niet. Misschien... Oh nee, mevrouw Puff! U gaat per ongeluk de snelweg op! Kijk uit! Is oké, doe rustig aan! Dus we moeten er absoluut voor zorgen dat SpongeBob weet hoeveel we allemaal om hem geven. Waarom mollen we hem niet gewoon? Dan zijn we van hem af. Mee eens. Jullie laten mijn beste vriend met rust. Dat was maar een suggestie. Schei uit! Oké, jullie vlooienbalen. SpongeBob heeft ons nodig. En nog belangrijker, ik wil dat hij stopt met het imiteren van mijn klanten. Goed, jongens. Zo mag ik het bijna horen. Oh jee, er belt iemand aan. Ik kan niet wachten met nadoen. Oh, hallo Patrick. En Sandy. En Octo. En meneer Krabs. Klanten ook. 5 tegelijk, hè? Huh? Oké, daar gaat hij dan. Hey! Hoi. Howdy. Ga weg. Waarom? Hi, SpongeBob. We moeten even praten. Natuurlijk! Ja, heel graag. Waarover? Moet het echt? Weet je, het is prima om jezelf te zijn, SpongeBob. Je kunt het best, SpongeBob. Concentreer je gewoon, dan komt het allemaal weer terug. Goedemorgen, Gerrit. Besetjes. Karateknal. Ik ben afgestudeerd. Zij eet je knapperger op. Ik kan het niet. Ik ben een freak. Een freak. Ik ben een freak. Hey. Shelby Statica, hè? Huh? Oeh, wat een prachtige naam. Oh, dank u. Nou, ik bedoel, dank u. Boop, en boop, boop. Ik kom zo terug met onze minnaarspecial. Dit gaat zo fantastisch, SpongeBob. Karen ziet groen van jaloezie. Alsjeblieft, ik heb hier een emmertje drap speciaal voor jou en voor je schattige robbeldate. Een gekke emmer, chockvol met bouten en moeren. Plankton, dat wil ik niet eten. Je gaat dit niet voor mij verpesten, SpongeBob. Je eet het op. Oh, mijn lieve Shelby Stautica. Jij bent de allermooiste vrouw die ik ooit van mijn leven heb gezien. Oh, Planktonnetje, jij zegt de liefste dingen. Oh, alsjeblieft. Ik wist niet wat liefde was voordat ik jou ontmoette. Oh, door jou ben ik de gelukkigste meisjesrobot ter wereld. Hé, hey, jij. Blijf met je handen van mijn man af. Kijk jij nou maar uit, dame. Niemand maakt Plankton gelukkiger dan ik. We zijn zielsverwanten en we gaan trouwen en 1347 baby's printen. 1300 hoeveel? Nou ja, je bent super verliefd. Ik sta je niet in de weg. Plankton is van jou. Ja! Hey Patrick, wat was je aan het doen? Ik heb hier een gratis kortingsbon en ik ga een ijsje voor je halen. Dat is lief van je maatje, maar ik heb hier al een ijsje. Maar ik haal een ijsje voor je. Waarom zou je? Ik heb het toch alleen? Omdat ik zo aardig ben! Wauw, daar gaat de aardigste gast. Hoera! Ik heb een gratis kortingsbon! Hoe wist u van mijn gratis kortingsbon? Mijn rug wist het! Ik krijg altijd uitslag als er ergens iets gratis is.
Ik weet toevallig ook hoe zwaar een gratis ijskortingsbon kan zijn. Is hij zwaar? Te veel verantwoordelijkheid voor zo'n zorgeloos typeje zoals jij. Weet je wat? Ik neem die gratis kortingsbon wel van je over voor de prijs van een stevige handdruk. SpongeBob houdt wel van handdrukken. U zou zich echt dood moeten schamen. Zo'n misbruik maken van een simpele ziel. Kom op. Mag een oude krab zich niet meer schaamteloos van maken? Nou heb je het verpest. Ik had bijna een gratis handdruk. Oh, jij onnozele maloot. Krabs proberen je bon alleen maar te jatten. Mijn kortingsbon. Waarom kan ik nou niet slapen? Nog maar eens proberen. Warme melk. Slaap lekker, machine. Dim de lichten. Slaap, kleine Octo, doe je best. Ik heb een gruwelijke hekel aan de rest. Oh ja, prikboom cola! Van onderen! Kunnen jullie twee psychopaten nou eens stil zijn? Oh, hi Octo, hoe gaat ie? Vreselijk! Ik heb al 3 dagen niet geslapen. Hé, hey, dat is vet! Dat is niet vet! Ik heb morgenochtend een belangrijke auditie bij het Bikini Philharmonisch Orkest. En ik ben een absoluut wrak. Waarom gaan jullie een stukje lopen? Dat helpt altijd bij mij. Weet je, normaal ontplof ik als jij zomaar verschijnt. Maar ik ben zo uitgeput dat ik je stomme advies maar gewoon aanneem. Nee, Patrick, nee! We moeten rustig blijven. Zeg tegen mijn ouders dat ik van ze hou. Zoek dekking! Woo!
in je ondergoed. Dat is cool. Hier is je post. Wat is het? Het is mijn levensverzekering. Ik heb er voor jou ook een. Oh, man. Levensverzekering. 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 Oh, levensverzekering. Levensverzekering. Wat is levensverzekering? Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het betekent dat we voor de rest van ons leven beschermd zijn. Ons kan niks gebeuren. Hmm. Dat contract smaakt wel officieel, maar ik geloof er niks van. We laten iets gebeuren en dan zien we het wel. Eindelijk iets waar ik goed in ben. Opmerkelijk. Je kunt me slaan zo vaak als je wil. Maar mij kan niks gebeuren. Deze levensverzekering werkt. Ik ben nu onbreekbaar. Ja, ik doe aan zeepaardenrace. Oh, ik weet niet of ik mezelf een internationale playboy zou noemen. Ja, waar zijn jullie onbenulliging nu weer mee bezig? We proberen elkaar pijn te doen. Oeh, nee, wat? Er zit een grote zeespin op je hoofd. Dat is geen zeespin, Sufkop. Dat is mijn haar. Wacht eens even. Elkaar pijn doen. Oh, daar ga ik eens even goed van genieten. Stop, stop, wacht. Ik dacht dat jullie probeerden elkaar pijn te doen. Ja, dat proberen we ook. Nou, met die zachte kussens zullen jullie mij de schade aanrichten. Hier, probeer deze eens. Oké. Octo had geen gelijk. Dit deed hem geen pijn. Het liet hem alleen verdwijnen. Ja, zeespin! Oeh, heerlijk, heerlijk. Oh, nee, Patrick. Ik glijd eraf. Ik ga vallen. Ah! Ik heb niet één bot gebroken. Nu ik. Ik raak mijn evenwicht kwijt. Oh. Ik heb een dodelijke val overleefd zonder schrammetje. Hey, SpongeBob, wat zie jij er sprankelend uit vandaag? Dat spreekt vanzelf, want ik ben SpongeBob, keizer van de zee. Oh. Nee, mijn ijsje. Oh, waarom is de wereld zo vol met pijn? Vrees niet, mijn beste vriend. Jij krijgt meer ijs dan je ooit kunt eten. Nee, je maakt het alleen maar erger. Ah, beste dag van mijn leven. Nee, ergste dag van mijn leven. Zie je wel. Dat fix ik even. Hey. Hoera. Boe. Ik weet wel iets om jullie allebei blij te maken. Dat weet je niet. Waarom heb je dat nog steeds niet door? Een ijzer schijzer! IJzerpijn! Het is veel te veel. Ik ben nog nooit zo teleurgesteld geweest in mezelf. Dat lucht op. Fijn dat ik naar je wc mocht. Ah, gekkie, dat is mijn wc niet. In dat geval moet je nieuwe schoenen kopen. Anemoontjes, betekent dat dat je hier blijft? Ja. Yeah! Wij worden de beste kamergenoten aller tijden. Zullen we elkaars haar gaan doen? Nou, vooruit dan maar. Vele ondraaglijke uren later. Oh, mijn liefste, wat ben ik dom geweest. Jij bent altijd de enige voor mij geweest. Oh, Plankton, ik vind het zo erg dat Karen je eruit heeft gegooid. Mij eruit gegooid? Ik heb haar erin gegooid. Hé, dit is je veilige haven. Hier kun je vrijuit over je gevoelens praten. Oh, je bent gespannen. Hé, hey, wat? Hé, hey, handen thuis. Blijf... Oh, oh.
Oh ja, precies daar. Vertel SpongeBob maar waarom jij en Karen ruzie hebben. Geen idee. Ik deed gewoon alles wat ik normaal ook doe. Tja, als Karen je daaruit zet omdat je deed wat je altijd doet, moet je misschien eens leren om niet te doen wat je altijd doet. Maar ik ben de beste. Nou, af en toe wel een beetje agressief. Ik? Agressief? Hoe durf je? Misschien heb je wel gelijk. Ik ben af en toe een grote ploert. Ik beveel jou mee te helpen een aardige mens te worden! SpongeBob, wat is er aan de hand? Ik weet het niet. Onze vriend was gewoon slaperig. Zo te zien blijven we hier nog wel even. Ik zie je morgen wel, Patrick. Oh, ja. Ik zou eigenlijk... Dat is mijn kleedje niet. Waar ben ik? Wie ben ik? Wat ben ik? Hoe ben ik? Patrick, rustig aan. Je bent in mijn huis. Oh, en dat is wel jouw kleedje. Oh ja. Kleedje. Octo, tijd om op te staan. Wakker worden, kleine Octo. Patrick, Octo wordt niet wakker. Kleedje. Wakker worden, kleine Octo, wakker worden. Misschien moeten we hem helpen. Wakker worden! Patrick, dit is erg. Straks loopt Octo zijn auditie bij het Philharmonisch Orkest mis. Wat moeten we doen? We moeten een nieuwe Octo creëren in het lab. Patrick, jij bent echt geniaal! Hi.